heb ik mijn aansteker nou? Veelzijdige acteur gezocht, zowel op het gebied van acteren als op het gebied van dansen en zingen. In linkerachterzak. Oh ja, zoals altijd. Woonachtig in Amsterdam, in bezit van een auto, geen snabbelaar. Koffie? Ja, lekker. Zwart graag. Hoe laat is het? Huh? Al 3:15. Ja, ja. Vroeg op en laat naar bed, zei mijn vader altijd. Ja, vroeg op en laat naar bed. We zouden om 3:00 beginnen. Ach joh, dat is natuurlijk nog nooit gebeurd. Dat klopt. Maar vandaag is de première. Wat hij daar nou mee bedoelt. Wat hij daar nou mee bedoelde. Tegenwoordig zou het andersom zijn. Vroeg naar bed en laat op. En tussendoor ontslapen in zijn stoel. Ben ik nog op tijd? Veel te laat en toch op tijd. Dag snoetje. Er is nog niemand. Koffie? Heb je ook thee? Nee. Dan doe ik er wel water bij. Als jij wilt. Hoe oud ben je eigenlijk? Ken jij je tekst al? Ik wel. Welke tekst? 19. Mooie leeftijd. Hoezo? In de bloei van... Van wat? Dat weet jij beter dan ik. Niet. Niet dus. Ga weg. Ah, hier. Gezocht. Clownzicht met kinderfeestjes. Goed betaald. Telefoon 020-652-44... Nee. Ben je nog op tijd? Ik ben toch niet te laat? Elvira zei... Ja. 3:00. Of niet? Evita is er ook nog niet. Nee. Meneer, ik wil eigenlijk nog wat vragen. Nou. Als ik in het tweede bedrijf opkom, hè, dan is dat van links. Ja. Maar wanneer is dat? Pagina 79. Oh. Ja. Nou, dan kom ik van links. Ja. Dus? En dat kan niet. Nee, dat kan niet. Niet? Hoezo niet? Omdat ze vorige keer rechts is afgegaan. Ja, klopt. Oh. Oh. Hoi. Ach, daar is Elvira. Waarom ben je zo laat? Evita zei tegen mij dat we om 4:00 zouden beginnen. Hoi. Evita. Ja? Hoe kom jij erbij dat wij om 4:00 zouden beginnen? Ja, maar dat zei Elvira tegen mij. Ah, misverstand denk ik. Ja. Jongens, we hebben vanavond de première. Het gaat heel goed en dat meen ik echt. We hebben genoeg doorlopen gedaan om een spetterende avond van te maken. En er moeten nog een paar puntjes op de i gezet worden. Maar ja, dat hoort erbij. Dus we gaan eten, cremeren en opwarmen. En dat moeten we al. Ja, maar het is nog geen 4:00. Oké, die mensen die nog niet op hoeven, die gaan hier een bakje koffie drinken en de rest volgt mij. Ik vind wel dat je je tekst moet leren. Ik vind het niet loyaal. Ja. Meisje, ik zat al bij deze vereniging toen ik zo oud was als jij. En ik heb nog nooit mijn tekst geleerd. Harry. Dus waarom zou ik dat dan nu wel gaan doen? Harry, ik begin zo met jou. Dus als je de ring bij hebt, dan moet nog een dansje erbij. En dan... Oh, leuk een dansje. Ik ben ook goed in dansen, Lex. Ach, heerlijk alle praten door elkaar. En dat toch iedereen weet wat er bedoeld wordt. Want elke week weer opnieuw gezegd wordt. En dat iedereen weer iets anders denkt over hetzelfde. En dat ik toch zeker weet dat vanavond iets gespeeld gaat worden. De vraag is alleen, wat? Heerlijk, dat genoeg. Ik doe voor het genoeg. Wat is het eigenlijk? Ja, zoiets. Wat vind jij eigenlijk van het stuk? Ik weet het gewoon niet. Er zitten zoveel verschillende thema's in. Ja, hè? Doorlopen, doorlopen, doorlopen. Je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Ja. Wat is dat, een thema? Daar ben je nog te klein voor. Waar is die sterkendoos nou? Lilliputten, lilliputten, lilliputten. Iets waar het over gaat. Denk ik. Iets wat in je leeft. De oliebollenbakker, de oliebollenbakker, de oliebollenbakker. De inhoud. Godverdomme! Wat? Over duim slagen. Oh. De inhoud, een hoeveelheid ruimte die binnen de grenzen van een lichaam of figuur begrepen is. Wat inhoud? Daar hadden jullie het over. Goeie oortjes voor haar leeftijd. Ja, of waar het over gaat. Oh, waar gaat het dan over? Brede Bram bracht een brandbrief naar Bra
water breiende brechtje over de tweede brug bij Breukelen. Ja. Nou, gewoon. Ik hoor niks. Iets wat in je leeft. Of wat je voelt. Ik weet het niet hoor. Wat niet? Mijn vader zei altijd, je moet de dingen doen zoals ze altijd al gedaan werden. Dan kan er niks misgaan. Ik kan veel van niks zeggen. Maar dit, ik sta voor lul. Ik weet het niet hoor. Net als dat kussen met Harry. Dan zeg je dus eigenlijk dat je iets voor Harry doet. Ik hou van kip met appelmoes. Ja. Wat? Belachelijk. Nee, kinderachtig. Waarom? Echte liefde, dat is geen echte liefde. Hoezo niet? Echte liefde voel je. Maar ik voel het ook. Ja. Zie je, kinderachtig. Zie je, te jong. Nee, doe het niet meer. Kom nou haar. Nee, dat doe ik niet. Zo erg is het toch niet. Als je van links afgaat, kan Suzanne rechts weer de coulissen. Nee, over mijn lijf. Ik kan hier nu nog de mise-en-scène veranderen. Waarom niet? Je kent je tekst niet eens. Ik ken mijn tekst als ik weet hoe ik loop. En als ik niet meer weet hoe ik loop, ken ik mijn tekst ook niet meer. Maar waarom oefen we het dan niet? Dan weet je hoe je loopt en weet je tekst meteen ook. Ja, nee, op, het was een druppel. Ik stop ermee. Alles maar niet dat. Ik sta voor lul. Ik ga... Harry, luister. Als je nou even afkoelt, dan ga ik even met de dames oefenen en dan kom ik zo terug, ja? Maar meneer Lex, dit kan toch niet? Dit laat u toch niet zomaar gebeuren? Laat jij een kip met appelmoes? Heerlijk, schatje. En, is hij ook kinderachtig? Nee, maar... Zo werkt het niet. En jij, hou jij van kip met appelmoes? Ja. Yeah. Zie je wel. Ja, maar... Daar gaat het stuk toch niet over? Waarover dan? Over moeilijk samen te vatten. Het is zoveel. En behoorlijk ingewikkeld. Ontzettend geïnspireerde regisseur wacht op toneelspelers. Joehoe! Over mensen die... Warmte zoeken. Bij elkaar. Geborgenheid zou ik zeggen. Ja, veiligheid en liefde. En familie. Kip met gezinsproblematiek. Hoe zit dat nou weer? Wat? Warmte plus geborgenheid plus gezinsproblematiek plus veiligheid plus liefde plus familie is kip met appelmoes. Precies. Ja. Als ik de kans zou krijgen om met zo'n geïnspireerde regisseur te werken... Dan zou ik de kans niet laten liggen. Jullie boppen gewoon. Jullie zijn stelletje amateurs. Ja, kom op, meneer Lex. Begrepen, Lex. Nou, kom. Ja, al met 16 jaren raakte ik op het slechte pad. Ik woonde niet meer thuis en waar ik werkte ging, stoeide ik met meesterszonen. Eén was een lekker ding en dat is heel wat ruiger dan deze dames dromen. Zelfs op haar wilpse pootjes zou zij niet zo ver komen. Maar ach, dat is lang geleden en voorbij. Met mijn reumatiek is dat niets meer voor mij. Gaat wel. Ik heb zelf ook liefst een drie gehad, hoor, maar ik heb ze niet laten gaan. Help mij, vrouwen, wat ik u nu moet vertellen. Oh, wanneer ik eraan denk, voel ik de tranen wellen. Het brandt in mijn hart en wil niet over mijn lippen. Zo hoort me niet. Uw liefste, hij is zacht en zonder lijden. Vertrokken naar een wereld zonder strijden. Vaarwel, vaarwel kreet hij zijn laatste woorden. Waar slecht het zand, het gras, misschien de zee hem hoorde. Dat is erg. Vastgebonden heb ik haar, ik laat het niet gaan. Nooit. Eerste jaar student gezocht voor uitzendwerk. Ze moet bij me blijven, ik laat haar niet gaan. Dat is haar straf. Ik hield mijn hamer boven mijn hoofd en toen... Elisabeth, blijf hier! Nee moeder, ik moet gaan! Maar waar naartoe? Lachen met de maan en kussen met de sterren. Dat wil ik niet horen! Het is de waarheid, broer. Maar blijf toch bij mij? Nee, ik moet naar Jérôme toe. Jérôme is mijn hart en mijn ziel. En als de dag daar is, zal ik hem mijn hand geven. Jérôme! Jérôme! Ja, Harry, je moet nu al lang op, hoor. Wat? Ja, je moet op. Waarom? De liefdescène. Nu? Ja, nee. Nu. Ja, wat nee? Heb ik al gezegd. Ik doe het niet meer. Ja, wat niet? Spelen. Hoezo niet?
avond! Het is een première! Première of geen première? Je kan niet de mise-en-scène vlak van tevoren veranderen. Dat doe je spelers niet aan. Zo, Hart, gaat het een beetje? Hart, dus als we het even nog een keer doornemen en als je het dan doet met de ring en dat dansje. Kom op, joh, Harry. Zet niet zo te zeiken. Hup, dat toneel op. Kom op, Harry, stel je niet aan. Ja, hij doet het niet meer. Wat niet? Spelen. Kom, Harry. Ja, dat zei ik ook, maar hij is niet over te halen. Amateur! Waar is iedereen? Oh, daar zijn jullie. Is er iets? Harry doet niet meer mee. Lach hoor. Serieus? Ja, je me mee. Daar trap ik niet in. Ik ben niet helemaal achterlijk. Hij doet het niet meer. Harry, dit zijn echt geen kinderspelers. Kom op joh en zet de première neer. 8 voorstellingen en dan is het klaar. Overspannen regisseur zoekt dramateur om zijn spelers beter te leren begrijpen. Echt? Ja, echt. Maar kan het dan niet doorgaan? Maar dit is mijn eerste première. Ik heb zelfs nog een spreekbeurt gehouden over de thema's van de club en de man-vrouw verhouding in de 16e eeuw. En mijn moeder komt kijken en mijn vader en mijn vriendinnen van college en van school. En wat moet ik nou zeggen? Ik zou me helemaal niks meer zeggen als ik jou was, want dan wordt het stuk alleen maar beter. Hé, hey, jongens, geen ruzie. We moeten samen tot een oplossing komen. Jongens, ik laat hem niet in de weg zitten door zo'n idioot. Misschien kan Martin het doen. Martin? Zijn leven is gevaarlijk, man. Dat doe ik het liever zelf. Jij als je rookt. Of ik als man verkleed. Ja. Nee, ik doe het wel. Jij. En wie moet ons dan coachen? Ik! Moeilijk. Nee, dat doe ik ook. Ja, maar je weet niet dat zij met jou gaat zoenen. Nee, ik ga echt niet met jouw tong hoor. Waarom niet? Ja, omdat we dat niet hebben geoefend. Jongens, we kunnen geen audities mouwen. En ik ken het stuk het best. Ja. Precies, het gaat fantastisch. We gaan er gewoon helemaal voor. Wat zei je daar, Harry? Wat zei jij? Zeg het dan, Harry. Het gaat goed. Gaat het goed? Ja. Ja. Nog 5 minuten. Ja. Oké. Ja. Goed, zijn we klaar? Ja. Laten we beginnen. Concentratie is ontzettend belangrijk. Inderdaad, concentratie is het belangrijkste wat er is. Concentratie is de toestand waarin men zich bevindt als men zich op één enkel ding richt. Dat was heel goed. Wat was goed? De kwaliteit. Oh ja, kwaliteit. Het vaststellen van bruikbaarheid van waren. Oké, okay, Jel. Jel. Op Lex. Op zijn teksten. Wat zullen? Nee. Oké, okay, Jel. Op Lex. Alleen maar sorry om te zeggen. Wie? Lex? En dan? Zeker weten. En nu? Hij heeft nog 1 minuut. Lex! Sst! Maar! Stuk hem door in de foyer. Maar ik heb iets belangrijks. Sst. Luister nou! Concentratie! Zou gaan dopen. Dankjewel. Is het vol? Klaar? Ja. Ja? Ja. En jij? Hij doet niet meer mee. Maar hij zei, dat weten we nu wel. Oh, dus nu kan lopen? Ja. Ja. Oké. Okay.
te denken, hè? Wat? Kan ik hem niet beter eerder zoenen? Wie? Ja, Jeroen. Waarom? Nou, ik vind het zo gemaakt. Eerst die hele monoloog en dan met haar kijken. Hou op. En dan kan ik hem toch veel beter eerder zoenen? Ja, maar... Ilje, moet het publiek niet eerst weten dat het eigenlijk niet mag? Ja, maar dat zeg ik daarvoor toch al. Oké, dus hoe ga ik nou doen? Als hij daar staat, dan doe ik niet eerst met haar kijken. Maar als hij zeg maar aan wil nemen, dan zoen ik hem. Nee, nee. Veel, veel betere oplossing. Dus, jullie lopen het podium op. Hij staat daar dan. Mm-hmm. En hij moet er eerst wat dingen zeggen en zo. Ja, ja. Maar dan sla je hem allemaal over. Mm-hmm. Je gaat gelijk, je rent op, tongzoen. Verrassingseffect. Ja? Ja, sowieso. Gaat het? Het ging goed toch? Acteur met doorzettingsvermogen zoekt een schouder om over te huilen. Ik denk dat ik volgend jaar niet meer meedoe. Oh? Ja, ik wil eigenlijk weer gaan zingen. Dat is niet zo'n gedoe. Nee, nee, dat zal dan wel niet, hè? Ja. En toen ik het script las, dacht ik al van, nee, dit is niks voor mij. Maar ja, soms weet je dat pas als het te laat is. Oh. Maar we moeten op. De liefdesscène zit er eigenlijk ook ieder jaar in. En dat is op zich nog niet zo erg. Maar wel dat ik ze alle 8, de voorstellingen, heb moeten spelen. Ik ben al een van de knapste. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ja, ik wil ook wel eens wat anders. De lelijke stiefmoeder of zo. Nou, ga je mee? Ja. Yeah. Ik wou het nog zeggen, maar niemand luisterde. Ik zeg heus niet dat iedereen altijd maar naar mij moet luisteren. Maar als er iets belangrijks is, dan wel. Jij hebt het ook niet gehoord. Ik ben heus niet zo dom als jullie denken. Ik dacht toen ik hierbij kwam, hier word ik wel serieus genomen. Hier kan ik praten met mensen over thema's en zo. Men zegt altijd, als je maar wil. En ik zit de hele tijd te winnen en ik ben niks. Kutste, kutpremiere, kut! Als jij gewoon je bek had gehouden over dat links of rechts, dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Nou, dat is niet waar. Waar had ik dan over moeten? Het is niet mijn schuld. Wel. Niet. Wel. Ik zeg niks meer. Jongens, is het de 24e vandaag? Het is echt heel belangrijk, ik moet het weten. Mijn broer is misschien jarig. Wat praat jij daar? Gezellig. Ik spreek gewoon goed Nederlands, meisje. Zout je met je mond, dan moet je lekker met je eigen zaken pret weten. En jij zegt dat zij niet kan zoenen? Jij bent gek. Dat was de lekkerste tongzoen ooit. Ja, dat was echt de lekkerste. Word je nou elke week zo gezoend? Als je nou gewoon sorry had gezegd... Wat? Wat dan? Als je nou zegt dat... Sorry, hart. Ik ben ook zenuwachtig. Ja, wat zou dan gebeuren? Nou, dan had ik het gewoon gedaan. Wat gedaan? Nou, dan had ik gewoon op het podium gestaan. En dan had ik gewoon gespeeld. Ja. Prima. Sorry, hart. Weet je wat het is? Jij bent gewoon een hypocriet. Klootzak. Zaadleider. Saaie rukmogol. Stinkende geitenkaasvreter. Nevenneuker. Smerige nicotinepijper. Ranzige zaadnek. Braadslee. Wat? Braadslee. Oh. Wat is er, Martin? Mag ik geen koffie? Tuurlijk wel. Ik wil alleen... Mijn vriendin mag ook nog geen koffie. Ze zeggen dat ik daar maar agressief van word. Dat is heus niet zo, hoor. Je moet me geloven. Geloof je me? Ja, ja, pak maar een glaasje water. Nee, koffie! Koffie! Sst.
jij nog? Wacht nog steeds op de dag dat het publiek stil is en dat ze doodzwijgend op de foyer inlopen. Dat de baromzet nihil is omdat de mensen stom verbaasd zijn. Zelfs de recensenten gewoon niet weten hoe ze de woorden moeten vatten. Maar ja, die dag zal nooit komen. Ik vond het goed. Hartstikke goed toch? Kan Harry niet zeggen. Echt? Ik ben goed. Ik ben heel goed. Mag ik wat vragen? Ja? Mag ik volgend jaar de hoofdrol? Ja, maar volgend jaar... Ik mag hem! Yes! Ik mag hem! En dan ik! Eindelijk ik! En dan nooit meer! Nooit meer ik! Yes! Maar volgend jaar komt er toch niks van. Nee, hoezo? Nou, ik dacht misschien kunnen we samen gaan. Naar Hawaii of naar Italië of naar Rodos of... Hé, hoe heet dat zo'n clubje van jou eigenlijk? De Leidse Sleuteltjes, hoezo? Nou, weet niet. Ik denk dat ik ook maar eens ga zingen. Je bent een lieverd. Help! Prachtig! Wat een prachtige avond. Huilbuien, lachsalvo's. Diepe depressies en een paar bekentenissen. Ik geloof dat ik gelukkig ben. Hoi. Hallo. Hey, ik ga maar eens. Doei. Nou, dag. Dag. Ik ga. Dag Harry. Ik doe nu de klink omlaag. Hij is open, de deur. Ik ga nu. Dag Lex. Ah, ja, dat kan toch niet zo, Lex? Zo kun je toch geen afscheid nemen? Nou, kom hier. Sorry. Sorry. Echt sorry. Spijt me echt. Ja, is prima. Nou is goed. Ja? Ja. Nou, dan ga ik maar. Yo. Yo, dag. Dag Harry. Doei. Hoi, dag Harry. Staat lekker, hè? Ja, jij ook. Doeg. Help. Het is echt weer goed, hè? Ja. Ik bedoel, het spijt me echt van vandaag. Maar
je deed het goed, echt. Maar je weet hoe dat gaat en dan ben ik ineens zo boos. En dan denk ik dat je me voor lul wil zetten. Ja, ik ken het langer dan vandaag. Is niet zo natuurlijk, weet ik ook wel. Maar dan weet ik dat niet meer zo zeker. Maar, nou, maar het is echt weer goed dan. Ja, het is echt goed. Oké. Nou dan, dan ga ik maar. Nou, ja. Dag hoor. Maar, ja, sorry dan, hè. Ja. Sorry. Ja. Sorry, ja. Hè. Sorry. Dag hoor. Dag. Lilet, u moest mij nog een punt geven voor mijn stageopdracht. Hey. Weet je waar mijn krant is? Nee. Zoek het even. Mijn krant. Ja. Help! Ik heb geen idee. Vooruit. Kijk eens. Bedankt. En succes verder. Hier. Yeah. Wat zou het nou zijn als ik... Ik begin een toneelgroep. Ja, dat doe ik. Ze hebben het toch niet nodig.